op de kop af een jaar na de aanname van de wet belasting op toegevoegde waarde, de zogenoemde BTW-wet, gaat het voor de tweede keer op de schop. Op 30 augustus 2022 werd de wet met 26 stemmen voor en 12 tegen aangenomen in de Nationale Assemblée, maar moest van het Internationale Monetaire Fonds opnieuw worden aangepast. De inkomsten die de wet moesten binnenbrengen werden namelijk niet gehaald. De aangepaste wet werd toen op 30 december 2022 aangenomen, waarna het formeel in werking trad op 1 januari dit jaar. Belastingwetenschapper Stanley Isaias zegt dat die nultarieven in die wet erg zeldzaam zijn in de BTW, omdat ze een inbreuk zijn op het concept van belasting van de binnenlandse consumptie. Dus eigenlijk zegt u, in het buitenland is er geen nul, er zijn er geen nultarieven? Ze komen voor, maar ze worden beperkt toegepast. In Nederland hebben wij daar een beetje een feest van gemaakt. Ik noem het een cadeauregeling soms. Toch? Want als je kijkt waar wij het toepassen, banken en verzekeraars, kunstateliers, dat zie je nergens in de wereld. Nergens in de wereld. Maar die vrijstelling voor medicijnen en basisgoederen die het IMF vandaag eist, ik heb daar ook problemen mee, die vrijstellingen op handelstromen verstoren de concurrentie en de productiecapaciteit in het land. Als belastingwetenschapper heeft Isaias een voorstel geschreven waarin de suggestie wordt gedaan de BTW op brandstof te verlagen naar 3% in plaats van de huidige 5%. Het probleem met de 5% is echter dat de samenhang in de wet wordt afgebrokkeld, zegt Isaias. Die wet heeft allerlei andere maatregelen die de productie duurder maken. Dus brandstof, autokosten zijn niet goed verrekenbaar in de Surinaamse BTW. Ze drukken veel op bedrijfskosten. En dan praat ik niet eens over het consumptie- en sociale aspect ervan. Dus uiteindelijk toch, het sociale aspect komt van de prijzen. Ja. Dus wat je naar moet kijken, is de verwarring van doel en middel. Wat je wil bereiken, is een prijseffect dat stabiel en acceptabel is. En een inkomenseffect. Toch, die mensen die die prijzen moeten betalen hebben te weinig inkomen ervoor, dat je daar een sociaal vangnet voor hebt. Wat wij doen, is wij kijken naar die belastingmaatregel en dan gaan wij daarin differentiëren alsof dat het hele effect is. En dat creëert allerlei andere problemen. Voor morgen donderdag 31 augustus staat de behandeling van de wijziging van de BTW-wet andermaal op de agenda in de Nationale Assemblée. De vraag is of deze behandeling voortgang zal vinden, omdat de vergadering van gisteren door gebrek aan quorum niet doorging. Het volledige gesprek met Stanley Isaias ziet u binnenkort via ATV in een extra aflevering van ons programma In Gesprek Met via 12.1.